Nienke IJsink gaat de laatste hand leggen aan haar kunstwerk. Met flink wat cultureel ondernemerschap wist ze sponsors te interesseren voor de uitvoering van haar werk Dear Sister is Talking With You. Je ziet hier nu de vier stations. En kijk of ze wil terugzwaaien. Maar dit zijn de stations Voorschotenlaan en dan rechtsboven Gerdesiaweg, linksonder Oostplein. En dit is hier op Blaak. En ze zijn met elkaar verbonden, dus... Ten eerste wilde ik mensen eigenlijk een beetje manipuleren, of nou, dat is misschien niet het goede woord, maar in een sfeer krijgen van communicatie. Momenten dat teksten eronder staan, worden mensen eigenlijk gevraagd reactie te geven. Want aan de ene kant lijkt het heel erg persoonlijk. Het zijn bijvoeglijke voornaamwoorden en het zijn vrij inwisselbare dingen. Het zou allemaal wel kunnen. Aan de andere kant, het is het persoonlijk aangezien je ziet daar een sensor zitten. Op het moment dat ik langs die sensor loop, gaat die aan en dan krijg ik weer een nieuwe tekst. Het lijkt me echt leuk als mensen op deze manier contact met elkaar leggen. En dat is ook letterlijk wat er kan gebeuren. Ik bedoel, als ik op Oostplein sta en jij staat op Blaak en het klikt, dan neem ik gewoon die metro die je ook in beeld zo ziet langskomen en dan ontmoeten we elkaar.